Goedenavond, dames en heren. Welkom op de persconferentie. Coach Hamid, gefeliciteerd. Dank u wel. Wat is uw analyse van de wedstrijd, alsjeblieft? Ja, ik denk dat wij aanvallend een bijzonder goede wedstrijd speelden de eerste helft. Let wel, we hebben natuurlijk vorige week verloren in de verlenging. En we moesten een paar dingen aanpassen. En dat is zeker... Het ding dat wij probeerden aan te passen was niet per definitie beter vandaag. En dat is 1-1 mensen stoppen. Daar hadden we nog steeds problemen mee vanavond. Tweede helft hadden we ook problemen met turnovers en gemiste vrije worpen. Waarom winnen we dan? Omdat we denk ik beter waren in de rebounds. Ja? In de rebounds waren we beter en dan creëren we wat meer possessions, aanvallen. Maar Antwerpen is natuurlijk een bijzonder goed team. En we spelen goed samen. Bijzonder goede 1-1 spelers ook. En daar hadden we allerlei last van. Ja? Allerlei last van. Hadden we een week geleden al bijzonder veel last van. Vandaag was het niet minder. Maar gelukkig waren wij iets beter vandaag aanvallend. Zeker de eerste helft was het bijzonder effectief. Pieter Olisemeka komt in en heeft zijn beste wedstrijd dusver voor ons. Hij is nu 6 weken bij ons. Had van de eerste helft zijn beste wedstrijd. De tweede helft was hij ook relatief effectief. Ik denk na een verloren wedstrijd een week geleden en dan in Istanbul verliezen, is dit heel belangrijk voor ons. Dank u wel. Alsjeblieft. Coach Mout, wat is uw analyse van de wedstrijd? Eerst even Rob Proficiat aan Leiden, aan coach. Spelers waren gewaarschuwd voor de snelle start van Leiden. We hadden de wedstrijd in Turkije bekeken. Desondanks komen we weer direct achter en lopen we vooral de eerste helft achter de feiten aan. Rebounding was niet goed. Met momenten weinig organisatie en vooral op de momenten dat we echt terug een kans krijgen voor in de wedstrijd te komen, hebben we daar domme turnovers, echt domme turnovers, wat eigenlijk een beetje overhaasting veronderstel ik. En dan rebound was inderdaad een zwak punt bij ons, zelfs op vrijworpen komen ze daar 2 of 3 keer aanvallend rebound pakken, dat kost echt wel veel energie voor dat terug elke keer goed te maken. Het is een beetje zoeken binnen de ploeg met het vertrekken van de kaart. Iedereen heeft een beetje een nieuwe rol. Of sommige spelers hebben een nieuwe rol. Of wordt er meer verlengd. Maar desondanks, zoals coach zei, de eerste helft 53 punten. Dat is veel te veel. Dat is het voor mij. Dank u wel, coach. Hier zijn de vragen. Volgende week hebben jullie 2 locaties in Nederland. Als jullie voor de rest in de front naar het seizoen toe, in het klassement dan in goal, maar dan Belgisch gezien, voor nog op te schuiven? Goh, ik zie niet op het moment naar de toekomst, ik zie naar de volgende wedstrijd. En proberen de ploeg elke keer een klein beetje beter te krijgen, zodanig we in de play-offs klaar zijn voor degelijk en goed te spelen. Onze eerste wedstrijd tegen Landstede, dat is de hoofdzaak. En als die voorbij is, dan gaan we zien naar de volgende wedstrijd. En ondertussen blijven werken aan automatisme binnen de ploeg met de point guards en hun nieuwe rol. Zijn er nog vragen? Dank u wel, heren. Kort maar krachtig, dank u. Coach, succes nog. Succes, ja.